Oké, het is nu 's ochtends best wel vroeg. Vanmiddag start ik in de profronde van Maarden. Dat was mijn eerste wedstrijd van het jaar. Ja, meteen kwartieren bij de beroepswielrenners. Het zal wel even zeer doen. Daarom rijd ik nu natuurlijk nog even de beentjes los. Live in de vlog met de laatste voorbereiding om straks te vertrekken naar Maarden voor het criterium. En ik moet nog even mijn snor in de juiste krul zetten. En dan gebruik ik gewoon een normale pen. Dan draai ik hem omheen, hou ik hem vast en laat ik hem los. Prima krul. Ik ben nu onderweg naar de profronde van Maarden. Ik ben een beetje aan de vroege kant. Ik ben waarschijnlijk straks om 2:45 al en de start is pas om 5:00. Dus ja, er wordt nog een lange dag daar en op zich, ja, het zonnetje schijnt hier een beetje half door de wolk heen. Het is in ieder geval droog en ik hoop ook dat het droog blijft, want ik heb nou alleen maar slicks bij me. Ze hebben goede friet hier. Ja, ze. Ik raad een hele oude die moet het af. Ik zou nog gelletje naar jou. Ik denk, nou, dat is ook niet. Beetje friet. Ik denk dat het niet goed is. Nou, ik loop nu terug van mijn eerste wedstrijd van het jaar. Dat was in de profronde van Maarden. Eigenlijk al vanaf het begin van de koers zat ik mooi mee in de eerste vlucht. En ja, best lang vroeg gebleven. Helaas hield het niet stand. En in de finale reed er nog een groepje weg en ja, ik zat net niet mee. Dus uiteindelijk gewoon in het veldtop finished en volgens mij rond de plek, nou, tussen 10 en 15. Nou, schatting. Hallo, mag ik wel ketchup en koken? Nothing on the hand. Best boy,
Maar als je maar wat minder van geld neemt, dan weet je wie dit gaat doen. Dit is de kroket eigen keuken. Fiets je ook? Oh, cool. Alsjeblieft, meneer Van der Meer. Hartelijk op de dag. En zijn we toch? Het was een mooi huis.